De KBB van Weerde kan ondanks het natte weer met een voldaan gevoel terugblikken op haar 42e zomerfeesten. Vrijdagavond was het genieten van twee muzikale acts. Fender Bender van Eigen Bodem en Charlie and the Checkpoints, zeg maar ex-Kif Kif Music. Wat kom jij hier doen? Feesten. En wat nog? Eten. En vind je het leuk? Ja. En ga je ze niet dansen? Met u. Oké. Anne, vertel eens. Fender Bender, wat is dat voor iets? Ja, dat is een rockcovergroepje. Ik ben daar nu ongeveer een jaar bij, maar die mannen spelen al langer, zonder mij. En toen heette zij Gabriel's Falls. Maar nu onlangs hebben we de naam dan veranderd in Fender Bender. Was daar een reden toe? Ja, nieuwe zangeres, hè. En eigenlijk gewoon omdat we de naam al beu waren. We vonden die eigenlijk van in het begin slecht. Maar nu dat we de kans hadden van de naam eens te veranderen, nu dat ander was, hebben we dat dan ook direct gedaan. En hoe gaat het? Goed en slecht. Waarom slecht? Omdat ik te warm heb. En waarom goed? Omdat het hier leuk is, hè. Oké, is dat een meerwaarde aan voor de coverband? Ten opzichte van die vier lelijke gasten hier, zeker. Oké, wat vindt u er zelf van? Ik vind het zelf wel eraf eigenlijk, dat we, dat we zeker vooruit gegaan zijn. En eigenlijk veranderen we af en toe iets van zangeres. Ik hoop dat dat niet gaat blijven duren. Maar, De verwachtingen aan? Ik blijf. Ik amuseer me rot. Echt waar, het is echt het groepje waar ik eigenlijk al heel lang naar op zoek was. En ik blijf zeker en vast. Wat is volgens u de kracht van deze formule? De kracht van de formule, dat zijn vier goede vrienden die al heel lang samenspelen. Die alles tegen elkaar durven zeggen. Alle kritiek in elkaars gezicht spuwen eigenlijk. En dat heel goed kunnen relativeren. Oké, en ga je ze beat dansen? Ja, dat heb ik al gezegd.